Hallo allemaal, zijn jullie daar? Zijn jullie daar allemaal? Ik hoop het wel, want als het goed is zijn we nu begonnen. Welkom bij mijn online gastles, zoals dat heet. Ik heet Paul de Munnik. Ik ben 49 jaar en ik ben heel blij dat ik hier vandaag even bij jullie mag zijn, omdat jullie al wekenlang thuis zitten in jullie eigen situatie en jullie helemaal geen les hebben en jullie krijgen les van jullie ouders en op afstand van jullie juffen en meesters. Dus ik mag nu even jullie een beetje afleiding bieden vandaag. Ontzettend leuk dat ik bij jullie mag zijn. Groep 6, als ik me niet vergis. Ik kan met jullie meelezen op de chat aan de zijkant. Dus ik zie jullie wel. Ik zie wel jullie pas iets later dan ik het zeg. Dus ik zal af en toe, duurt het even voordat ik ergens op reageer. Ik zal niet de hele tijd reageren, want ik moet ondertussen ook dingen vertellen. Ik ga eerst wat over mezelf vertellen, wie ik ben. Ik weet niet zeker of jullie weten wie ik ben. Ik ben Paul de Munnik dus. Ik ben 49 jaar. Ik ben een zanger, theaterschrijver, theatermaker, acteur, schrijver, componist. Zoals je ziet heb je de piano's om me heen staan. En ik doe dat al heel lang. Ik ben al bijna 30 jaar ben ik dat. Dus dat doe ik al best een tijdje. Ik ben geboren in Dronten, in Flevoland. Misschien dat jullie dat kennen. Er zijn misschien wel mensen uit Flevoland hier. Dat ga ik straks ook wel aan jullie vragen. Daar ben ik geboren. Daar ben ik op een gegeven moment weggegaan. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan om te gaan studeren. En ik woon nu alweer een jaar of 20 in de gemeente Alkmaar. In een heel klein dorpje. Ver weg van de massa. Verstopt woon ik. En dat is heel fijn. En het is vooral bij dit weer natuurlijk hier. Want ik kan lekker naar buiten. En het is een hele fijne plek om te wonen. Ik heb ik woon samen met twee zonen. Heb ik hier. En ik heb een vrouw en we hebben twee poezen thuis. Dus het is allemaal fijn. En dit is voor ons natuurlijk ook een beetje een gekke tijd. Want mijn oudste zit op de universiteit. En die is natuurlijk ook veel thuis nu. Die is ook veel thuis aan het studeren. En mijn jongste zit nog op het VWO. En die is ook heel veel thuis aan het werk natuurlijk. Net als jullie. Ik krijg thuis onderwijs. Dus alles moeten we een beetje vanuit huis doen. Dus dat ben ik. Ik ga dus vandaag een beetje over mezelf vertellen. Wat ik allemaal gedaan heb. En kijken wat ik allemaal. De mensen die zeggen ik ben erg zenuwachtig. Oh, ik heb broers of zussen. Ja, heel goed. Ik heb broers of zussen. Ik heb 4 broers inderdaad. Hartstikke goed. Ik zal ondertussen kijken of ik af en toe antwoorden kan geven. Ezra uit groep 6 van de Zeeheld is vandaag 10 geworden. Ezra, dat is mooi. Dat is een mooie naam. Ezra, even kijken. Ben ik beroemd? Ja, ik ben beroemd. Heel beroemd ben ik. Houdt u van voetbal? Ja. En we weten voor welke club ik ben natuurlijk. Daar had ik net ook al een vraag over gezien. Of ik Feyenoord echt beter vind dan Ajax. Ja, dat vind ik echt. In Dronten woonde ook Hakim Ziyech. Inderdaad, dat klopt. Die komt er ook vandaan. Dronten is zo'n geweldig dorp. Daar komen allemaal geweldige mensen vandaan. Ik zal zo weer wat dingen gaan. Wat ik leuk zou vinden is als jullie in de chat. Ik ga straks allemaal dingen antwoorden en vertellen en op jullie vragen. Als jullie in de chat even zeggen wie jullie zijn. Dus als jullie jezelf even voorstellen. En wat ik ook heel erg benieuwd naar ben, als jullie toch in de chat zitten, of er ook juffen en meesters en vooral vaders en moeders meekijken. Want ik had ook wel gezien dat er soms vaders en moeders zijn die het wel heel erg leuk vinden dat ik er ben. Dus ik denk dat er wel wat mee zitten te kijken. Hoe heette je poezen? De poezen heette Saint-Pierre en Charlie. Ja, dat zijn de poezen. Ik deed ook mee met de slimste mens. Inderdaad, dat klopt. Goed, ondertussen zie ik dus de hele chat lopen. Dus ik kan niet meteen op alle vragen antwoord geven. Maar ik ga straks even een goed vragenrondje doen. Oké, zijn er vaders, moeders, juffen, meesters aanwezig? Ik zie Laura, ik zie David, Amani, Jasmin, Timo, Jason, Onaisa, 9 jaar. Deze juf, kijk mee, juf Danielle. Juf Danielle. Ik ben Kadisha, ik ben Wael. Wat vindt u zelf uw mooiste? Ik ben Amy, ik ben Kiki.
Het is je lievelingsdier, poezen natuurlijk, katten. Ik ben Tigo, Jacob, allemaal hartelijk welkom. Juf Marleen van het Kinket. Goedemorgen, juf Marleen. Oh, wat een hoop mensen zijn er. Ik zit even kijken hoeveel mensen er zijn. We zijn met 748 mensen op dit moment online, dus dat is best heel veel. Ik zal even gaan vertellen er gaan heel veel vragen nu doorlopen, maar ik ga straks overal antwoord op geven. Ik ben dus, zoals ik vertelde, theatermaker, zoals dat heet. Ik heb op een gegeven moment, toen ik zo oud was als jullie, toen vond ik het al heel leuk om te zingen en om toneelstukjes te spelen op school en dat soort dingen mee te doen. En toen ik, dus jullie zijn nu groep 6, dus toen ik groep 7, groep 8, toen wilde ik heel graag naar de middelbare school waar mijn broers op zaten. Ik heb alleen maar oudere broers, ik heb 4 oudere broers. En die hadden op hun middelbare school een avond waarbij ze dan toneel mochten maken en stukjes mochten zingen en zichzelf mochten bedenken en uitvoeren. En dat wilde ik zo graag doen, want ook heel graag naar die school. Het maakte niet uit wat voor school het was, maar als ik maar naar die school mocht, want dan kon ik dat ook doen. En dus dat heb ik altijd al heel graag gewild. Toen ik op de middelbare school zat, heb ik al vrij snel bedacht van oké, ik wil naar het conservatorium. Dus dat is een hogeschool waar je muziekles neemt. Daar wilde ik dan naar mijn HAVO naartoe. Dat heb ik een jaar gedaan. Ik heb een jaar in Zwolle op het conservatorium gezeten. Piano gespeeld, klassiek piano speelde ik daar. Maar daar was ik eigenlijk niet zo heel erg goed in. Tenminste, ik was er wel goed in, maar ik studeerde niet hard genoeg. En jullie weten, lieve kinderen uit groep 6, dat als je iets wil kunnen, dan moet je er heel hard voor werken. En als je ergens heel hard voor wil werken, dan moet je het gewoon heel erg leuk vinden. En ik vond alleen piano spelen, niet zo leuk. Dus dan was ik een heel moeilijk stuk aan het studeren van Beethoven of van Mozart. En dan was ik dat aan het doen en dan dacht ik, ja, wat ook wel leuk zou zijn, is als ik erbij zou zingen. Of als ik net even iets anders van maak van dit stuk. Maar dat vond mijn pianoleraar op het conservatorium natuurlijk helemaal geen goed idee. Want ik moest gewoon spelen wat daar papier stond, bladmuziek stond. Dus dacht ik, misschien moet ik ook gaan kijken naar of ik naar een theaterschool kan. Een theaterschool, dus waar ik ook dingen mag schrijven, waar ik ook dingen mag zingen, ook piano spelen, maar ook mag acteren. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen tegelijkertijd dat ik in Zwolle op het conservatorium zat, naar Amsterdam gegaan, naar de theaterschool. En daar ben ik mijn eerste stappen gaan doen om te gaan leren wat het is om op het podium te staan. En daar heb ik heel veel mensen ontmoet, waaronder Thomas Agda. Thomas Agda, misschien dat jullie die ook wel kennen. Misschien dat jullie de film In Oranje gezien hebben bijvoorbeeld. Daar speelt Thomas Agda een rol in. Daar speelt hij de vader van de hoofdpersoon. En als je die niet gezien hebt, dat is een hele leuke film voor jullie. Dus die kun je gewoon gaan kijken. Thomas Agda en ik hebben toen samen, toen we samen op school hadden gezeten, hebben we een duo opgericht. Dat doe je met z'n tweeën, dus dat hebben we dus een duo opgericht. En dat heette Agda en de Munnik. En Agda en de Munnik, dat kennen jullie ouders ongetwijfeld. En daar hebben we jarenlang mee gespeeld. Daar hebben we heel veel succes mee gehad. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen voordat ik daarover ga vertellen, zijn er ook binnen de mensen die nu allemaal aan de lijn hangen, of die allemaal zitten te kijken. Ik kijk met mijn moeder, ja, hoeveel liedjes heeft ze geschreven? Ik heb wel 100 liedjes geschreven. Meester Chris zit met zijn dochters, hè, meester Chris? Leuk dat je dit wilt doen, Paul. Ja, heel leuk. Hartstikke fijn, allemaal. Ik moet er allemaal zijn. Er zijn zoveel mensen. Zoveel mensen. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen. Hoe lang kun je al piano spelen? Ja, dat is grappig. Ik speel dus al piano sinds dat ik 8 jaar ben. Dus al heel lang. Ik speel al heel lang piano. Ik zal misschien straks nog een stukje spelen voor jullie. Wat ik wil weten even van jullie. Zijn er dingen die jullie nu al, waarvan je nu denkt, oh, dat wil ik later worden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of jullie dat ook al hebben. Want toen ik dus zo oud was als jullie, wilde ik dat heel graag. Ik wilde altijd heel graag het podium op. Of liedjes zingen. Of voor mensen optreden.
Misschien zijn er onder jullie ook wel mensen die dat heel graag willen. Of die bijvoorbeeld heel graag muziek willen maken, of willen dansen, of willen acteren, of willen of zoiets willen doen. Of het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn. Misschien wil je wel archeoloog worden, of wil je wel piloot worden, of wat dan ook. Hebben jullie nu al zelf dat jullie denken dat je weet wat je wil worden? Dus ik scroll even weer door de vragen heen. Wat een hoop vragen, jongens. Wacht nou eventjes met al die vragen, want dan kan ik straks alle over antwoord op geven. Ik ga straks een echt vragenrondje doen. Dan mag je alles vragen wat je wil. Even kijken hoor. Hey Ruine, hoi. Dus wat ik nu van jullie vraag is of je dingen hebt die je zelf heel graag zou willen doen. Waarvan je nu al denkt, ja, dat wil ik als ik later groot ben, wil ik eigenlijk gewoon, wil ik een danser worden. Of ik wil eigenlijk zanger worden. Of ik wil, die zit niet op het Michael College trouwens, mijn zoon. Die zit op het Bertrand Russell College. Hoeveel liedjes heeft hij geschreven? Nou, dat is wel 100 of 200, misschien wel 200 liedjes, denk ik. Ik geef ook les, inderdaad, dat is ook een goede vraag trouwens. Ik geef ook les. Op de theaterschool, waar ik vroeger zelf les heb gehad, geef ik nu zelf af en toe les. Vind ik heel leuk om jonge beginnende acteurs en zangers te leren zingen en dat soort dingen. Welke instrumenten speel ik? Ik speel piano en ik speel gitaar. Ik heb niet meegedaan aan The Voice. Nee, juf Alicia, zeker wel fan, daar staat hier vaak aan. Goed zo. Maar dan zie ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag, jongens. Even kijken hoor. Ik ga even naar beneden scrollen. Mis je vrienden van Amstel Live? Ja, dat mis ik wel. Dat was namelijk heel leuk dit jaar. En ik hoop dat volgend jaar weer te kunnen doen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat het allemaal volgend jaar? Dat weten we allemaal nog niet. Jongens, waar zijn jullie? Er zijn zoveel. Ah, kijk, daar gaan we. Uitvinder. Modeontwerpster. Gameontwerper. Ik wil de slimste mens worden. Zanger. Astronaut. Voetballer. Schrijver, hockeyer, dokter, een zangeres, dierenarts. We laten meester worden, dat zou leuk zijn. Dus wie zegt dat? Pepijn van de HVL-school. Ik wil laten meester worden, dat is leuk voor je meester. Heel goed. Voetballer, wel veel voetballers. Ja, ik was 8 jaar toen ik ijsboer. Goed beroep. Kom ik een ijsje bij je halen. Brandweervrouw, hockeyer, kapster, zangeres worden. Journalist bij Jeugdjournaal. Dat is ook goed. Heel veel voetballers toch. Ik speel piano en ik zing. Politie. Juf. Je moet een juf worden. Kan een. Hoe lang bent u al zanger? Even kijken of er verder nog meer staat. Over. Heel veel voetballers, jongens. Maar dansen. Je moet een danser worden. Verloskundige. Mooi ook. Heel mooi. Waarom houdt u zo van muziek? Oh, dat is wel mooi, ja. Waarom houdt u zo van muziek? Omdat muziek je meeneemt even in een andere wereld. Je mag even ergens naar luisteren en je bent even alsof je heel ergens anders bent. Dat is ook hartstikke fijn. Saar van de Bijenkorf, ik wil kunstenaar worden. Heel goed. Weet je, je moet het doen om dat te doen, om dat te bereiken, jongens. Is gewoon je droom vasthouden. En denken, oké, ik wil dat worden. Dan ga ik er alles voor in het werk zetten om dat inderdaad te worden. Dat ga ik doen. Waar was ik gebleven? Ik was met Thomas op een gegeven moment, hadden we een duo. Dat heette Agda en de Munnik. En dan hadden we allemaal liedjes en op een gegeven moment werd ik heel beroemd. Kijk, hij heeft een gitaar in zijn hand. Ja! En er was één liedje, het was net al aangevraagd en dat ga ik even voor jullie spelen. Dat is ook voor de ouders leuk. En dan, als het refrein komt, dan moet hij het allemaal meezingen. Dus het refrein gaat heel makkelijk. Het is... Even rustig ademhalen. Oh, oh, oh. Is dat net? Oh, oh, oh. Zingen jullie dan? Allemaal. Ik hoor jullie niet, maar we willen wel dat jullie dat thuis zingen. En de vaders en moeders ook mee zingen. En de juf en meesters ook. Oké, komt ie. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, Herman. Van
want die had het net gekocht. Herman in de zon op een terras, leest in AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh. Hoor jullie jongens? Oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, oh, het lijkt me het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven over de sinaasappel op zich gehad. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongensdromen was alleen het oud worden gehaald. Even rustig ademhalen. Het lijkt of het regent als altijd, maar het regent en het regent zonnestralen. Oké. Tot daar, maar wel even, nog even een keertje met z'n allen. Oh, 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 want ik hoor jullie echt heel slecht. Ik wil echt door het land horen schallen. Oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, oh, het lijkt of het regent als altijd, maar het regent zonnestralen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Daar gaat het liedje eigenlijk over. Uiteindelijk gaat het gewoon goed. Je denkt dat het heel moeilijk is, deze situatie met de corona en zo. Het is ook moeilijk. Uiteindelijk regent het zonnestralen dus. Oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, oh, het lijkt me het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, oh, het lijkt me het regent als altijd. Maar het regent. Het regent, zonnestralen. Het regent, zonnestralen. Zo. Goed. Zijn we weer. Even kijken wat er nog in de chat allemaal gebeurt. Ondertussen. Gymjuf willen ze worden. Ik wil juffrouw worden. Het langste liedje wat je hebt geschreven. Dat weet ik zo niet. Nou, bel ik. Nou, liedjes moeten nooit al te lang duren, vind ik altijd. Liedjes moeten een beetje, als je een liedje, eigenlijk een goed liedje, is een minuut of 3-4 en dan heb je het eigenlijk wel gehad met het liedje. Dat is ook leuk van een liedje, dat het juist zo kort is. Acteur wil iemand worden, ja, het moet ook iets met theater, archeoloog. Het lijkt het je leuk om een ander instrument te bespelen. Ik zal zo eens piano proberen te spelen, kijken of dat leuk is. Wat is je leukste liedje en film? Nou, dat weet ik zo niet. Hoe verzin je waar een liedje over gaat? Dat is wel een goeie. Hoe verzin je waar een liedje over gaat? Soms denk je, soms ben je ergens mee bezig, soms loop je ergens en dan zie je iets. En dan denk je, daar wil ik iets over vertellen, daar wil ik iets over kwijt. En dat ga ik straks ook aan jullie vragen om zoiets te doen. Maar dan denk je bijvoorbeeld over corona, loop je op straat en dan denk je, god, wat is het eigenlijk stil op straat? En dan denk je, oh, maar daar zou ik eigenlijk wel een liedje over kunnen schrijven. Wat is het eigenlijk stil op straat? En dan, ik weet niet hoe het verder gaat, het liedje nog, maar dat je op die manier probeert te vertellen wat je bezighoudt. En omdat jij vertelt wat je bezighoudt, kunnen andere mensen daar ook iets mee. Kunnen andere mensen daar over nadenken. En dan zijn ze daarmee bezig. Soms help je mensen een beetje door een liedje te schrijven. Kun je mensen een beetje troost geven. En soms een beetje vrolijkheid gewoon in het leven. Dus dat is wel fijn van een liedje maken. Even kijken. Of voetballer, profhockeyster, pianoster. Pianoster. Nou, het wil pianoster worden. Daniel wil minister-president worden. Oké. Ik zal het doorgeven aan Britten. Architect of zanger, gamer. Wil gamer worden. Je bent al een gamer waarschijnlijk. Jasmin. Ja, ik wil dierendokter worden. Goed, zou ik wel verpleger worden. Wat is uw afkomst? Zodat ik al vertel, ik denk dierarts van Anna. Dierarts van Anna. Oké. Oh, van Anna. Dat is Anna. Dierarts. Voetballer. Journalist bij het Jeugdjournaal ook weer. Uitvinder, pianist, programmeur worden. Ja, dat is heel mooi. Dat is allemaal mooie fokker worden of acteur. Mooi, 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 mooi. Hè? Het is alleen maar dat je moet zorgen dat je je eigen
die je droom vasthoudt en er alles voor doet om die droom waarheid te laten worden. Dat kun je uiteindelijk zelf allemaal doen. Even kijken hoor. Je moet echt zoveel vragen. Dat kan toch niet allemaal zo hard. Hoeveel vragen ik wel niet moet antwoorden. Even kijken hoor. Dokter, architect, piloot. Hebben jullie wel meegezongen, jongens? Ik zie helemaal niet dat mensen hebben meegezongen. Ik zie helemaal nergens iets van. Ik heb zo lekker meegezongen met jou, Paul de Munnik. Ik zie het nergens staan. Maar goed. Even kijken hoor. Dat gaat allemaal heel hard opeens weer door. Ja, ja. Sorry, ik ga even verder praten. Op school. Vinden jullie school leuk? Is de vraag eigenlijk die ik heb. Wat ik me afvraag, wat me zo moeilijk lijkt voor jullie, is dat je nu dus nu opeens thuis zit. Terwijl ik kan me voorstellen dat als je op school zit, dat je denkt van, vervelend elke dag de school en ik 's ochtends vroeg opstaan en door heel vroeg naar school toe op de fiets of word ik naar school gebracht. En dan zit ik daar maar en terwijl ik de hele dag wil eigenlijk gewoon lekker buiten spelen. Terwijl, nu denk je misschien wel, zat ik maar lekker op school. En dat je straks na de meivakantie, mogen we weer een beetje langzaam aan de school terug. Dus dat is misschien wel heel fijn voor jullie, kan ik me voorstellen. Dus misschien, hoe is dat voor jullie dat je, kijk je nu anders tegen school aan? Is het wel, weet je, dat je misschien iets blijer wordt van school nu? Dat je, daarom weet je, dat ik ook heel veel lees, dat kinderen hun juffen en hun meesters heel erg missen. En dat juffen en meesters hun kinderen heel erg missen. En dat je misschien straks wel samen weer, dat het heel fijn is om elkaar weer te zien. Dat je op een hele andere manier misschien wel weer samen tot nieuw gaat opbouwen. Moet het straks wordt het ook wel een beetje raar als we weer allemaal terug naar school gaan. Het wordt een beetje anders natuurlijk. Er zullen wat andere regels zijn. En je moet een beetje oppassen. En er zal van alles aan de hand zijn. Maar we gaan natuurlijk elkaar proberen er doorheen te helpen. Natuurlijk. Dat is natuurlijk het idee. Dus ik ben wel benieuwd of jullie school nu heel erg missen en of jullie school heel erg leuk vinden. Ik vond school namelijk niet zo heel erg leuk. Maar ik vond wel, wat ik altijd heel fijn vond, was dat je met je vriendjes bent. En dat je op het speelkwartier en tussen de middag even naar huis om te eten. En dan weer eens lekker naar school. Toen was na school voetballen met z'n allen. En dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Ik vond dus het samen zijn van school vond ik altijd heel gezellig. In de klas lekker keten en de juf en de meesters een beetje gek maken. Dat deden we ook wel. Dat was altijd wel heel erg leuk aan. Dus ik kan me voorstellen dat jullie dat nu wel een beetje missen. Dus ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Ik had ook nog wel even veel vragen aan de juffen en de meesters. Even kijken, ik moet even door de chat weer heen, want dat gaat allemaal zo snel. Vinden jullie dat ik het een beetje goed doe eigenlijk, juffen en meesters? Want ik vind het zoveel, ik vind het dat jullie met zoveel zijn. Ik kom echt handen tekort om jullie hier een beetje, om jullie allemaal vragen te beantwoorden. Dus ik kan me voorstellen als je een meester bent of een juf bent, dat je dat elke dag hebt. Elke dag al die kinderen die alles willen weten natuurlijk. Allemaal enthousiast. Ik ga zo piano spelen, ja. Dus ik ben benieuwd of ik dit een beetje goed doe. En of jullie wel leuk vinden, of jullie het leuk vinden dat ik dit doe. Of jullie vinden dat ik dit leuk doe. En dat jullie misschien wel denken, kom je anders bij mij een keer op school lesgeven? Nou, dat denk ik niet. Maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Ik vind het ook heel leuk om even bij jullie te zijn in ieder geval. Hartstikke leuk. Even kijken. En daar ben ik benieuwd naar. Of jullie vinden dat ik het een beetje goed doe. Maar wat ik ook benieuwd naar ben, is ik kan zeggen als ik dit zie, Isabel, ik zie dit. Oké, ik heb meegezongen. Goed zo, favoriete liedje. Wat is je favoriete liedje? Dat weet ik zo niet. Even kijken hoor. Ik zong mee, ik ging meezingen. Oh, lekker meegezongen. Goed zo, allemaal goed meegezongen. Goed zo. Dat is fijn. Dat is hartstikke goed. Heel goed. Hebben jullie nog andere vragen voor mij? Zijn er vragen die jullie heel graag willen stellen aan mij?
Ik zal kijken of ik het heel snel mee kan lezen. Ik heb nu al 3500 vragen ongeveer gehad. Dus het is, je moet ongeveer snappen dat het best is. Het is ook leuk om samen thuis school te doen. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is ook zo. Snap ik. Ik lees veel meer dan normaal. Heel goed. Ik werd er al blij van. Dus ik heb heel veel zin in school. Kijk, dat zijn positieve berichten. Ik vind school wel heel leuk om weer naar school te gaan. Dat ik iedereen van school heel erg mis. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik mis school. Nou, dat had je ook niet bedacht. Hè? Een paar weken geleden dat je dat zou zeggen. Ik mis school. Maar ja, het is wel zo. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Hé, hey Ava, ik mis school. Bent u modeontwerpster? Net toen ik naar school ging. Net toen ik naar school wou, kon het niet. Ja, precies. Je wilt het zien. Ook iemand die schrijft, school blijft altijd stom. Vergeet dat niet. Oké. Lekker positief. Positieve instelling. Heel goed. Fotograaf en turnster worden hartstikke goed. Wat vindt u uw mooiste lied? Ik vind mijn mooiste lied... Lopen tot de zon komt. Wat ik maakte met Thomas Akda. Dat is mijn mooiste lied. Dat zal ik niet voor jullie spelen. Ik wil namelijk nog even wat. Want we zijn al bijna weer doorheen namelijk. Ik ben nog wel even bij jullie hoor. Ik zal niet meteen wegrollen. Maar... ik had nog een idee. Want ik wil eigenlijk... omdat het is natuurlijk ook een les. Hè? Het is ook allemaal wel gezellig dit. Maar we moeten natuurlijk ook een beetje aan school denken. Dus ik heb een... Ik heb een huiswerkopdracht voor jullie. Dat hadden jullie niet verwacht. Nee, een huiswerkopdracht. En de huiswerkopdracht is het volgende. En ik ga het allemaal nakijken. Dus zorg dat je maakt. Oké, luister. Ik vroeg al net een paar keer las ik de vraag. Hoe schrijf je een liedje? Of hoe moet je een liedje schrijven? Of hoe kom je op ideeën om een liedje te schrijven? En dat is het volgende. Je bent ergens mee bezig in je hoofd en je wil heel graag wil je dat delen met mensen. Dus bijvoorbeeld, en wat ik dus aan jullie ga vragen, is het volgende. Ik ga twee zinnen schrijven voor jullie. Twee zinnen van een liedje. En dan vraag ik of jullie dat zelf ook willen doen. Dus ik doe een voorbeeld. Bijvoorbeeld schrijf ik de zinnen. Je doet waar je mee bezig bent. Dus ik zie staan online gastles. Ik doe gastles online. Dus ik zeg: ik vind deze gastles cool. Ik vind deze gastles cool. Ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. Het is niet een heel goed liedje, maar het is een liedje. Dus ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. Dat is het liedje. En dat ga ik even voor jullie spelen. Daar gaan we er een liedje van maken. Even achter de piano. Achter de piano. Zo bijvoorbeeld. Ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. Nog een keertje. Ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. Ja, even onthouden. Ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. Ik vind deze gastles cool. Zo was ik even terug op school. En nu is de vraag. Als jullie daar nou zelf een liedje van moeten maken. Dus je hebt die zinnen. Alleen dan moet je je eigen zinnen maken. Dus met die zinnen. Ik vind deze gastles cool. Maak je bijvoorbeeld... iets wat je zelf bezighoudt. Iets wat over jullie gaat. Dus bijvoorbeeld vandaag was je stout. Dus weet je, wat was mijn moeder boos. Oh, wat was mijn moeder boos. Toen gaf ik haar maar snel een roos. Zo, die mag je al niet meer gebruiken trouwens. Je moet nou zelf iets verzinnen. Maar zoiets, hè, daar ben je mee bezig. Dus dan krijg je... Oh, wat was mijn moeder boos. Toen gaf ik haar maar snel een roos. Krijg je dan. Nou, lekker, een liedje. Of bijvoorbeeld ook iets over deze tijd. Ik zag twee. Op een gegeven moment had je dat je allemaal die beren zag, toch? Dat je die beren ging tellen in die ramen, weet je wel? Ik zag twee beren in een raam. Ik zag twee beren in een raam. En die gaf ik toen maar snel een naam. Dat kan bijvoorbeeld. Ik krijg opeens informatie erbij. Beeldjes. Ja, dat weet ik.
Oh, antwoorden? Ja. Wat bedoel je? Kunnen we naar info@onlinegastles.nl. Oh ja. Maar ik krijg opeens heel veel info, dat ik opeens iets heel anders doorheen. Maar we zijn natuurlijk met iets artistieks bezig hier. Sorry. Ed, dus de organisator van het hele gebeuren. Ed Kuiper. Ed Kuiper. Sorry. Van SportsGen. Die hebben dit georganiseerd. Het is hartstikke goed geregeld allemaal. Antwoorden en vragen kunnen naar info@onlinegastles.nl. Antwoorden en vragen, info@onlinegastles.nl. Is dat mooi? Ja. Maar goed, daar waren we niet mee bezig. Ik zag twee beren in een raam. Ik gaf ze allebei een naam. Bijvoorbeeld, ik zag twee beren in een raam. Ik gaf ze allebei een naam. En als je dan heel lekker bezig bent, ga je nog even verder. De een werd Henk, de ander Loek. Toen ging ik er naar meer op zoek. Nou, dan heb je al een heel couplet. En dan heb je al het weg. Ik zag twee beren in een raam. Toen gaf ze allebei een naam. Eén met Henk, de ander Loek. Toen ging ik er naar meer op zoek. Beren, beren. Oh, wat een beren, beren, beren. Dus dat heb je eigenlijk al een lied. Maar goed, twee zinnen. En het was dus, ik vind online gastles cool. Zo was ik even terug op school. En dat maak je je eigen zin van. En die kun je sturen, en dat moet ik even opzoeken. Die kun je zelf posten online. Dus op, wat hebben jullie, Insta of Snapchat of weet ik veel wat jullie allemaal hebben. En daar kun je het op posten en met hashtag Meester Paul. Dat ben ik, hè, Meester Paul. Oh, goed onthouden allemaal. Meester Paul wil voortaan aangesproken worden door met Meester Paul. Ja, als ik jullie voortaan spreek. Meester Paul en hashtag online gastles. Hashtag Meester Paul, hashtag online gastles. Daar wil ik het huiswerk op zien. Dan zal ik het nakijken. Deze zinnen, je mag het zelf zingen, je mag het zelf spelen. Je gaat samen zingen met andere mensen, met je broertjes, met je zusjes, met je vaders. Met je moeders, met de juffen en met de meesters. Ik ga nog even kijken of ik nog wat vragen kan beantwoorden. Even snel. Even kijken, jongens. Want eigenlijk zit de les er alweer op. Dat is natuurlijk alweer hartstikke snel gegaan. Even kijken. Wat is je lievelingsdier? Poezen. Even kijken of ik er snel doorheen kan. Vind je het heel leuk doet? Dankjewel. Kijk, dat zijn dan positief. Ik ben in het leger. Nou, dat kan ook. Lekker in het leger. Hartstikke goed, jongen. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn, ik vind het heel leuk. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, je doet het goed. Je mag zeker mijn les een keer overkomen nemen, zegt juf Alicia. Ja, dat dacht ik wel. Juf Alicia, lekker in de tuin liggen zeker. Ja, het is goed. Kom je een keertje bij ons in de klas een liedje zingen? Ja, vast. Ja, kom lesgeven. Nou, dat vind ik wel leuk dat jullie dat allemaal zo enthousiast zijn. Dat is goed om te lezen. Ik vind het leuk. Even kijken, dan ben ik een soort bij. Superleuk. Wil je meedoen aan Wie is de Mol? En ik wil niet meedoen aan Wie is de Mol, want dan ben ik bang dat ik veel te fanatiek ben. En dan gaan mensen zien dat ik helemaal niet zo aardig ben. Dus dat wil ik niet. Ik ben ziek en kan niet naar school. Nou ja, het komt goed uit. Hè. Niemand kan naar school. Ja, je doet het heel goed. Ja, superleuk. Heel gezellig. Ja, kom op schoolles geven. Daar zijn mensen wel enthousiast over. Vooral juffen en meesters heb ik het idee. Wel enthousiast over zijn. Ja, leuk. Ja, ja precies. Kom op het klinket. Ja, jongens. Het is allemaal leuk en aardig. Nou, hartstikke fijn allemaal. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen meenemen vandaag in mijn leven. En wat ik gedaan heb. Allemaal. En... Ik hoop dat jullie het allemaal goed doen en dat jullie een beetje lief zijn voor jullie ouders. Want die hebben natuurlijk ook gewoon het heel zwaar met jullie. Die rotkinderen de hele dag in huis. Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het natuurlijk heel gezellig. Maar het is ook voor jullie ouders best moeilijk, want die moeten maar met jullie, die zijn ook met jullie bezig, maar ze moeten ook werken en alles. Dus hou een beetje rekening met ze, wees een beetje lief voor jullie ouders. Wees lief voor de juffen en de meesters, straks weer als jullie weer naar school gaan. Dus probeer en wees lief voor elkaar. En Ezra, zullen we nog een keer feliciteren. Ezra, gefeliciteerd! En het Feyenoordlied zou ik best willen spelen.
Nou ja, er zijn zoveel kinderen die dat niet leuk vinden. Nee, ik ga geen liedje spelen meer, want dat heb ik al gedaan. Dus even kijken of er nog wat leuke vragen zijn. Ik heb lekker meegezongen, goed zo. Ik heb meegezongen, oh, oh ja, ik ook. Dat is leuk. Ja, dan ga ik even doorheen. Het is leuk, Anas, dat je heel lang ja schrijft, maar dan kan ik niet door de chat heen lezen. Dus dat is niet heel handig. Dus misschien is het een idee om dat niet meer te doen. Wat is je favoriete eten? Hele goede vraag. Pizza is mijn favoriete eten. Ik ken het liedje, dus ik heb goed meegezongen. Goed zo. Als je een ander beroep had gedaan, wat had het dan geweest? Dan was ik denk ik misschien wel leraar geworden. Of onderwijzer. Of wat, Ted? Of rechtsbuiten van Feyenoord, inderdaad. Dat had ik ook nog wel kunnen worden. Nou, kunnen worden. Of willen worden. Maar dan was ik nu alweer trainer geweest ondertussen. Dus dat is ook wel leuk geweest. Kunt u piano een stukje spelen? Dat heb ik net gedaan volgens mij. Kun je drummen? Nee, ik kan niet drummen. Dat is een goede vraag. Kan je mijn naam noemen? Graag, ik ben groot fan. Elina, hoi. Welk meer nummers van Akda de Munnik? Nee, nummers van Akda de Munnik komen er niet meer. Hoe kom je in de spierballen? Ja, dat is een goeie. Nou, wat denk je? Trainen. Keihard trainen. Hoppa, dacht ik wel. Goed, ik ga ermee ophouden van vandaag, jongens. Ik hoop dat we dit misschien nog een keer kunnen doen. Wie weet, in de toekomst. En ik vond het heel fijn om even bij jullie te zijn. Dus onthoud. Ik vind online gastles cool. Zo was ik even terug op school. Dat is jullie opdracht om dat zelf in te vullen met jullie eigen woorden. En de melodie is. En dat gaat naar hashtag meesterpaal, hashtag online gastles. En als je nog vragen, antwoorden hebt, ook voor de meesters en de juffen, kan naar info@onlinegastles.nl. Ik groet jullie hartelijk. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En hopelijk zie ik jullie allemaal weer eens in het theater. Of in het land, of waar. Doei! En dag ouders, dag juffen, dag meesters. Tot ziens, tot een volgende keer.